winterstallingperiode gaat er weer aankomen. Er zullen ook veel boten naar binnen toe gaan. Als een loods verwarmd is, dan is dat helemaal perfect. En kan je daar mooie onderhoudswerkzaamheden verrichten. Als een loods niet verwarmd is, ga het dan ook niet tijdelijk plaatselijk verwarmen. Want wat je krijgt is hetzelfde effect wanneer je een fles limonade uit de koelkast pakt en in een glas uit de kast inschenkt. Condens. Condens is niet altijd zichtbaar, maar condens zal zich wel aan de oppervlakte wat geschilderd moet worden. Zal zich hechten. En daardoor, als je dat afsluit met verf of met blanke lak, dan sluit je dat op en uiteindelijk krijg je later daar een probleem mee. Als u klaar bent met schilderen in de loods, met uw jacht, zorg ervoor dat de eerste 5-6 uur het licht aanblijft. Gaat het licht uit, ontstaat er een statisch veld en zal het stof wat aanwezig is, zal omhoog trekken en nestelt zich dus tegen de romp aan die net geschilderd is. En dat wil je natuurlijk niet. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wat heel belangrijk is met schilderklussen, rekening houden met de weersomstandigheden. En dat is niet alleen maar de temperatuur, maar nog veel belangrijker is de luchtvochtigheid. Er zijn tegenwoordig heel veel mooie apps verkrijgbaar, waarin je van tevoren, al dagen van tevoren, kan zien wat de temperatuur, de luchtvochtigheid gaat doen en ook met de tijdstippen daarbij. Maak daar gebruik van en ga alleen schilderen op het juiste moment qua temperatuur en qua luchtvochtigheid, zowel buiten als binnen. Wat ook heel belangrijk is, is om een goede keuze te maken wanneer te schilderen. We schilderen altijd voor de zon uit en nooit achter de zon aan. Waarom niet? Omdat de oppervlakte dan heel erg opgewarmd is en de kans dat een verf verbrandt, te snel droogt, is gewoon levensgroot en dat willen we uiteraard niet. Dat is dus belangrijk voor de zon uitschilderen, maar ook het moment van schilderen. Ga bijvoorbeeld nooit schilderen zoals met dit jacht, 's middags om 4 uur en bijvoorbeeld in september of in het voorjaar in maart, april, want om 5 uur, 5:30 en soms zelfs eerder, temperatuur neemt af, luchtvochtigheid neemt toe met het risico dat een verf of een lak staat zeker 4, 5, 6 uur nog open. Dan zal dus de luchtvochtigheid in de romp slaan waardoor de glans van de verf volledig weg is en mat slaat. Bewaar verf zoveel mogelijk thuis. Thuis heb je een constante temperatuur, wat goed is voor de verf. Ga je verf in een schuur bewaren of wellicht aan boord, en dat kan ook in de zomermaand zijn. De nachten zijn wat kouder, de temperatuur wordt overgenomen door het blik verf, waardoor verf ook dikker wordt. En als je dan de volgende dag wil gaan schilderen, dan heb je een verf die veel te dik is. Die moet je gaan verdunnen. Wat is het nadeel van verdunnen? Je gaat de verf verarmen, je gaat de vernetting van een lak, die ga je uit elkaar trekken. Waardoor je minder kwaliteit aanbrengt dan wat je gewend bent. Maak van tevoren een stappenplan van wat moet er geschilderd worden, waarmee moet er geschilderd worden. En dan praat ik niet alleen over de verfproducten, maar dan praat je natuurlijk ook over non-paint. Dus de kwasten, het schuurpapier, het tape. Denk erover na, maar koop het ook van tevoren in. En op het moment als er dan geschilderd gaat worden, dan is de kans dat je voor verrassingen komt te staan, is heel erg klein.